Ga ze met een grote kop ervoor zitten. Voor iedereen. Voor Rijka. Rijka is ook een keer op de mama te zien. Maar ja, Sky die gaat ze straks weer lekker uitlaten. Ik heb het net over de ren, dan komt ze eraan. Dus ja, ik zou zeggen, kijk maar, daar is onze Mary. Dus ja, aantrekken voor koffie maken. I'm just as surprised as you. Ja, goedemiddag lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is vandaag zaterdag, de hoeveelste, dat weet ik niet. Even kijken, de 23ste en we leven rond 15:28 geloof ik. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenbol. Nou ja, gaat ze met een grote kop ervoor zitten? Het is de... Voor iedereen, voor Rijka. Rijka is ook een keer de kont mama van te zien. Kom maar. Maar ja, Sky die gaat ze er straks weer lekker uitlaten. Oh ja. Ook is mijn lieftallige surrogaatzusje er eindelijk weer. Onze Wilma. Dag allemaal. Dag allemaal. En er zit naast me een paar voeten. En die laat ik alleen nog zien en voor de rest niet. Ja, en dan komt. Kan ik ook niks aan doen. Ja, die wilde verder niet op. Dus kan er niks aan doen. Enkel de kont. Ja, enkel de kont. Zo. En een klein stukje. Hand geloof ik. Weet ik veel. Maar in ieder geval. Mysterie. Maakt het allemaal niet uit. Dat blijft een mysterie. Dat blijft een mysterie. Ja, maakt niet uit. Benen mag. Ja, dan moet je dat nog zien. Heerlijk. Wat voor geluid hoor ik? Ze zijn buiten ergens weer bezig. Heel vreemd geluid. Maar in ieder geval. Een geluid wat ik niet thuis kan brengen. Nee, die worden straks weer lekker even uitgelaten door de Sky en dan... Mijn hondje is nou bij iemand anders even, ja. Ja, komt allemaal goed. Hè? We houden gewoon vol goede moed. Zeker. Ja. En is het nou niet goed? Dan zijn we er nog niet, hè? Nee. Het is nu nog niet goed, dus ja. Maar het komt wel goed, tegen zijn tijd. Ja, zeker. Echt waar. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van je dag en tot later. Ja, lieve vrienden. Ja, ik had me vanmiddag aan willen kleden, maar er is helemaal niks van terechtgekomen. Nee. Eerst kwam mijn lieftallige broer. Die belde me en appte me van alles en nog wat uit mijn bed. En ik zou nog een kwartiertje, een half uurtje blijven liggen omdat ik hoofdpijn had. Dat is wel overal, gelukkig. Maar die stond op het punt om weer weg te gaan. En die andere hebben jullie gezien op eentje na de enkele benen. Dat was mijn surrogaatzusje Wilma. En haar vriend en dan Sky uiteraard. Nou zit ik eigenlijk op nog eentje te wachten. Want die zou ook komen. Maar alles wat komt, ik zie niet verschijnen. Nee, dat is Mary. Nou, het is loopt naar 17:15 toe. En s'avonds wil zij niet rijden, weet je? Dus ze wil voordat het donker thuis zijn. Nou, ik weet niet hoor. Maar in ieder geval, we merken het wel. Het zal dan wel een bakje koffie wezen en dan weer weg, weet je? Maar ik merk het wel wat ze doet. Ja. En ik probeer nou Sky weer te bereiken. Maar die neemt de telefoon niet op en die leest de appjes niet. Dus waar die zijn telefoon hebt, Joost mag het weten. En ja, ik probeer hem te bereiken. Van kom met die hond deze kant op. En dan doe ik even een warme jas aan. En hier in de tuin. En de meiden even kennis laten maken met elkaar. Ja toch? Want ik vind het dit niet kunnen. Dat ze op straat moeten rondvalken overdag en dan s'nachts weer voor 's avonds laat weer een plekje moeten zoeken, wil ik niet hebben. Nee. Ik vind Patrick ook dat dit niet komt. Er komt iemand aan. Oh, meneer, ik zeg het. Net over de ren, dan komt ze eraan. Dus ja, ik zou zeggen, kijk maar, daar is onze Mary.
Dus ja, aantrekken, koffie maken. Ja, dat hoort er ook bij. Ik zie jullie straks wel weer terug. Tot later.